Goedemiddag vanuit, ik wou zeggen vanuit Suite Suriname, maar dat is nu het Koud Ridderkerk. Ben ik even en even een meeting met Gerrit van den Berg. U kent hem ongetwijfeld, de ondernemer die 15 jaar in Suriname bezig is geweest en een goed draaiend bedrijf heeft gehad. En er echter problemen zijn opgetreden toen met de nieuwe regelgeving en met minister Seudin. Er zijn rechtszaken geweest in zijn voordeel van de heer van den Berg. En echter is er vrij weinig veranderd en heeft van den Berg helaas Suriname moeten verlaten. Dus we gaan hem nu even in beeld brengen en met hem praten. En horen van hem hoe het met hem gaat natuurlijk. Hoe hij ervoor staat, zijn plannen naar Guyana. We gaan even met hem even praten. Even kijken. Goedemiddag, Gerard, hoe is het? Goedemiddag. Ja, het is hier wat kouder dan in Suriname. Ja. Ja, hè? Ja, vind ik ook. Ik moet ook heel erg wennen aan de kou. De situatie, je bent hoe lang geleden nu vertrokken uit Suriname? 17 mei zijn wij vertrokken. Ja, met heel veel pijn, heel veel verdriet. Ja, ja. Ja, want het was natuurlijk niet de bedoeling dat je zou vertrekken uit Suriname. Hoe staat het nu ervoor? Hoe lopen de zaken, de rechtszaken lopen nog in Suriname? De plannen voor Guyana, hoe zit het je nu? Nou ja, de rechtszaken lopen nog. Ja. De plannen is natuurlijk, de rechtszaken moeten we afmaken. Wij denken dat de mensen in Suriname verkeerd hebben gehandeld, hè, mij buitenspel hebben gezet. Ja. Dat ik niet mocht importeren en collega's wel. Dus dat wordt een langdurige rechtszaak. Spijtig, maar het is zo. Wij hadden geen toekomst meer in Suriname. Ja, en wat je zegt, kijk, in Suriname heb je de vrijheid, dus je hebt een ruime woning. En nu zit je klein, hè, neem ik aan, een kleine woning hier. Ja. Je vertelde me net het verhaal over, iemand stelde je de vraag, stel nou, je hebt €500 nodig en je mag het niet aan familieleden vragen. Ja. Aan wie ga je het vragen? Wat was toen jouw antwoord? Ja, mijn antwoord was, dan moet ik naar Suriname bellen. Ja. Want? Nou ja, ik heb daar 15 jaar gezeten. Dus je vrienden en je relaties en je kennissen heb je daar. Ja, al je vrienden zitten in Suriname. Ja, en dat was de vraag ook in een vriendenclubje. Je mag geen familie bellen. Nou ja, dan moet ik naar Suriname. Dan moet ik goede mensen waar ik nog steeds mee omgaat, contact mee heb, die moet ik dan gaan bellen. Ja. Laten we hopen dat het niet zo ver komt, maar het was een hypothetische vraag, ja. Ja, en nu de zaken lopen nog steeds bij de rechter? Jawel, ja. En, want je hebt in principe toch de zaak gewonnen, tenminste in jouw voordeel is er uitspraak gedaan. Ja, alleen een gelijkwaardige rechter, hè, daar is een beetje commotie over ontstaan. Die heeft eigenlijk de uitspraak die is geweest uitvoerbaar bij voorraad, heeft hij eigenlijk teniet gedaan. En daar moet nu een hogere rechter over beslissen. Hm. Ik bedoel, dat gaan we winnen, dat is definitief. Alleen het duurt weer tijd, hè. Het duurt lang, je moet wachten. En, dat doen we dan maar. Ja, hoe is het met je vrouw, die natuurlijk zoveel jaren weer haar land moet verlaten om hier te komen wonen? Je was zwaar teleurgesteld, hè, in haar eigen mensen. Hoe staat ze er nu in? Ja, nog steeds. Ze is natuurlijk wel diep teleurgesteld, boos. Ja. Kijk, zij heeft haar familie daar, hè. Haar broers wonen daar, haar moeder woont daar. Hm. En ze is daar heel erg boos om. En ze wil het liefst toch daar wonen. Het is, de familie zit daar. Ja. En dat gaat gewoon niet. Nee. Nee. Ja, nu weten wij dat zaken verkeerd zijn aangepakt door de minister. De minister zegt eigenlijk van niet. Hè? Die geeft eigenlijk aan dat jij zaken niet goed hebt aangepakt. Wat is jouw mening nog? Of tenminste, is het veranderd? Hoe sta je er nu in? Kijk, de luisteraars moeten begrijpen, dat hebben we ook in de rechter gezegd. Wij begrijpen als een land de import van broedeieren wil stoppen als de vogelgriep is. Als de vogelgriep is, ja. Ja, dat begrijpen wij, dat respecteren wij. Ja. Alleen dan mijn concurrenten ook. Ja. Maar niet mij stopzetten en mijn concurrenten mogen nog steeds broedeieren importeren uit landen waar ook vogelgriep is. Ja. Nou, en daar hebben wij grote bezwaren tegen. Ja. En volgens de heer Seudin is dat niet het geval? Of? Ja, dat is wel. Maar dan komen er verzinseltjes, verhaaltjes. En waarom? Wij waren een maand terug in Nederland en toen kregen we ineens een brief via van LVV, wat in de krant heeft gestaan, dat de import van broedeieren en aanverwante artikelen uit Nederland weer is toegestaan. Waarom?
En terwijl ze er nog steeds wel gegriep is. Oh, dat schrijven is ook rondgegaan. Dus nog een keer, jij importeerde de broedeieren uit Nederland? Nee. Ja, uit Nederland, ja. En toen is daar een stop op gezet vanwege het feit dat er vogelgriep was. Ja. Andere collega's mochten uit andere landen, waar ook vogelgriep was geconstateerd, wel importeren. Is correct. En toen kreeg jij, nadat je een maand uit Suriname was, een schrijven dat het nu wel weer mocht. Ja. En er is nog steeds vogelgriep. Ook in Nederland? Ook in Nederland. Lijkt het dan een beetje alsof men ja, dat heeft gedaan nadat je weg bent gegaan? En dat ja, je dan zeker. Dus minder concurrentie is voor hun. Dus, ja. Is er hier sprake van onderhands regelen? Ja, het is natuurlijk een beetje een suggestieve vraag van mij. Dat realiseer ik me goed. Dus journalistiek niet hoog niveau, maar ik ga het gewoon vragen. Lijkt het erop wat jou betreft dat het zodanig geregeld wordt dat vrienden en familie wel dit soort zaken mogen doen? Nou ja, je kan je afvragen hoe het komt dat Suldin alleen mij benadeelt. Ja. En nogmaals, niet alleen mij natuurlijk. Ook de werkers. Ook de arbeiders, ook de ondernemingen. We hadden een goedgekeurd plan door IDB. Ja. Die zouden $10 miljoen investeren. Ja. En het zou goed voor Suriname zijn geweest. 10 miljoen zou IDB? Wauw. Ja, ja, ja. Samen met de CEAF zouden zij 10 miljoen willen investeren. Ja. We zouden de grootste exporteur worden van pluimveegebied qua export. Wauw. En daar heeft de minister persoonlijk een stokje voor gestoken? Ja. Ja. Had jij een persoonlijke hetsen met deze minister? Was er iets aan de hand tussen jullie twee? Nee, niet dat ik weet. Ik bedoel, hij is bij me thuis geweest. Hij heeft bij ons aan thuistafel gegeten. Hij is met de president een keer bij mij geweest. Ook toen Santokki nog geen president was, is die ook geweest. Maar dat soort vragen zouden we aan hem moeten stellen. Maar voor mij is hij niet integer. Nee. En nu worden dus wel eieren geïmporteerd door je concurrenten? Dat is nu vreespel. Ik denk, laat ik het zo zeggen, dat er een importeur is uit Nederland die zijn moederdieren uit Nederland haalde. Mm-hmm. Vanwege de broedeieren. Ja. En daar is de poort, denk ik, weer voor opengezet. Ja. Dat moet toch wel jou wel pijn doen. Hè? Ja. Je denkt van, je hebt zo lang gevochten, je hebt iets opgebouwd, je hebt gezorgd voor werkgelegenheid, je hebt voor ontwikkeling gezorgd, ook in het gebied. Ja. Maar je zat dus licht aangesloten, de wegen zijn een beetje gemaakt. Ja. En nu is alles in één keer door een minister eigenlijk, die niet verscheen, ook tijdens de rechtbank, of wel? De minister is wel verschenen. Mm-hmm. Ja. Maar als je dat tegen iemand anders vertelt, gelooft hij het niet. Dan denkt hij, hoe kan dat? We zijn gewoon moedwillig kapot gemaakt. Vergeet niet, 3-4 maanden daarvoor hadden we 100 ton voer op de haven liggen. Toen gingen de kippen dood omdat er geen voer was. En ik mocht het niet importeren, want er zou vogelgriep in kunnen zitten. Is ook gebeurd. Wauw. Hoeveel ton voer had je liggen op de haven? 100 ton. En dat mocht je niet gebruiken, want het zou eventueel vogelgriep in kunnen zijn. En toen wij het kregen, toen mocht ik het 2 weken lang op straffen van, ik kreeg zo'n standaard brieven, daar staat gevangenisstraf op, niet verkopen. Terwijl de kippen buiten dood gingen van de honger. Ja, dus inderdaad, als je zo naar het scenario kijkt, lijkt het erop, zeg ik heel voorzichtig, op een persoonlijk iets om jouw zaak kapot te maken. 100%. Maar waarom dan? Heeft hij zelf een zo'n bedrijf die gaat oprichten? Ja, of heeft zijn familie of zijn vrienden? Kijk, je kan je afvragen, hoe is het mogelijk als een minister een opdracht krijgt van een president om mij te accommoderen? Ja. En hij doet het niet. Dan zit daar iemand achter met veel meer macht. Ja. Nou, en wie zou dat nou kunnen zijn? Wie zou dat nou kunnen zijn die daar meer macht in hebt? Dan de president zelf? Eigenlijk zou je dat kunnen zeggen. En die er ook belang bij hebben. Nou, wij hadden 1 ondernemer waar wij een probleem mee hebben. En dat was Meneer Kirpelani. Meneer Kirpelani. Ja, die is er ook bij betrokken. Hè? Ja, die heeft toen jouw bedrijf wilde die op de veiling doen. Ja, en dat is mislukt. Dat mocht niet. En toen werd mijn voer stopgezet. En toen mocht ik mijn eieren niet importeren. En nou, noem allemaal maar op. Want als ik het goed heb onthouden, is meneer Kirpelani binnengekomen als investeerder of als partner. Wat was het? Hij wilde partner worden. Mm-hmm. Ik wilde niet verkopen. Dus hij is investeerder is die gekomen.
mogen wel duidelijk zijn, ik heb Kirpelani nooit gebeld. Hij heeft mij gebeld. Ja. En toen hij waarschijnlijk binnenkwam, zeg je van, nou, dit is een goed draaiend ding. En waarom heeft hij toen besloten, ik ga jou voor de rechter slepen, ik breng dingen op de veiling? Hij wilde in juni 2019, hij zegt, ik wil niet verder investeren, ik wil het kopen. Want als ik ga investeren, krijg ik alleen maar rente. En dat wil ik niet. Ik wil geld zien, ik wil meer geld zien. Ik wil meer geld zien. Oké. Okay. Ja. Dat is de oorzaak geweest. Dus het aanbod van 4 miljoen, dat werd naderhand 2,5 miljoen. En 2,5 miljoen werd 1,5 miljoen te betalen in termijnen. En daar heb ik nee op gezegd. Dus ik heb Pelani, dan ga ik veilen. Ik zeg, waarom? Hij zegt, je betaalt geen rente en aflossing. Nou, dat hebben wij net tegen kunnen houden. Die veiling, ja. Is Suriname klaar voor de diaspora? Ik denk dat de hele diaspora enorm kijkt hoe deze rechtszaak afloopt. Want als het zo is, als een investeerder zijn gelijk krijgt bij de rechtbank, een uitspraak uitvoerbaar bij voorraad, en die ondernemer krijgt nog steeds zijn geld niet, dan zeggen alle ondernemers, als ik een probleem heb, wat dan? Ja. Dan is het ministerie vogelvrij. Ze kunnen doen wat ze willen. Ja. Ja. Dus als we nog een rechtsstaat over willen houden en open willen staan voor investeerders, zal de rechtspraak goed moeten zijn. Ja, dus zul je dus ook wet en regelgeving gewoon in place moeten hebben en ook dat respecteren wat de rechter beslist. Als we kijken naar situaties, lijkt erop dat van jou ook bijna geen aandacht meer krijgt. Nu ben ik van mening dat we zulke zaken moeten blijven bespreken. Neem gerust een slokje van je koffie hoor. Ja. We moeten blijven bespreken, omdat dit soort zaken mogen niet zomaar verdwijnen. Dingen niet goed zijn gegaan, moeten we het bespreekbaar maken. Moeten we evalueren, moeten we dan zelfreflectie doen. Om te zeggen, dit zoals wij er hiermee omgaan, lijkt niet correct. Er is een uitspraak geweest van de rechter. Er is een advies geweest van de president. Jij was een importeur van broedeieren. Waarom zou dat nu, is dat gestopt? Was dit erachter? En meneer Sildin die verschuilt zich achter heel veel vaagheden en duidelijkheid krijgen wij niet. Kijk, we hebben een rechtszaak gehad hè, met Sildin. En er is een rechtszaak geweest waar ook de president is opgeroepen, het kabinet van de president. Ja. En noem allemaal maar op. Kijk, wij hadden, en dat vinden een hoop mensen niet leuk, maar bij ons op kantoor werden alle gesprekken standaard opgenomen. Mm. Dus ik had iets van 12.000 of 14.000 gesprekken, ja. 40 gigabyte. Daar was meneer Sildin niet blij mee. Mm. We hebben pas een korte zaak gehad tegen iemand die bij mij in de Raad van Commissarissen zat. En die was daar ook niet blij mee dat wij die gesprekken hadden opgenomen. En dan zeg ik, dat is mijn redding dat ik het heb. Dat ik kan zeggen, wat is de waarheid? Klopt, ja. Ik vind, ook bij een minister, je moet transparant zijn. Mm-hmm. Wat is er aan de hand? Ik bedoel, als je een gesprek opneemt, verschuil je? Zeg je iets wat niet mag? Mm. Ja. En ik merk dat in mijn ervaring in Suriname een hoop mensen veel zeggen en morgen zeggen ze wat anders. Ja, 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 ja. Ik ben bezig, ik heb al 3 gesprekken gehad met schrijvers om een boek te schrijven van zaken doen in Suriname. Oh, nou. Ja, dat moet over 6-7 maanden uitkomen. Het wordt een boek van 25.000 woorden, 200 pagina's. En ja, de hele soap zit erbij in, dat kan ik u wel vertellen. Ja, en daar komt Suriname niet mooi van af. Zaken doen in Suriname, als je dus waarschijnlijk niet de juiste connecties hebt of men je niet mag, dan kan het maar zo gebeuren dat je eruit ligt. Ja, hoe kan het nou zijn dat op Facebook, u leest ook al die verhalen, dat mensen zeggen, had je maar tjoekoe betaald, dan had je nu misschien nog bestaan. Wij hebben nooit een dubbeltje onder de tafel betaald. Nee. En dan zeggen mensen, had het maar wel gedaan. Ja. Ik weet het niet. Ik heb het niet gedaan. Ja. Ik vind het in triest hoe een goed bedrijf, we zouden echt export gaan doen. Wij hadden als enige een exportvergunning, gewoon ter ziele is. Gewoon ter ziele. Ja. En die exportvergunning had je al eerder, voordat de heer Sildin er was, ja. Had je exportvergunning. Ja. Je bedrijf stond er al 15 jaar ja. Met succes. Waarom had je Kirpelani überhaupt nodig, trouwens?
Nou, wij zaten toen alleen in de docks. Docks had geen toekomst meer. Er was te weinig omzet. Okay. En Kipelani hoorde dat wij in de kip wilden gaan. En die heeft mij gebeld van, Gerard, kan je naar mijn kantoor komen? En die heb in 10 minuten tijd, misschien een kwartier, maar langer ook niet, heeft hij aangeboden om zomaar haast $2 miljoen te investeren. Dat is natuurlijk niet zomaar. Je bent niet gek om 2 miljoen te gaan investeren in een bedrijf waar je geen heil in ziet. Nee. Dus hij zag er wel handel in. Mm-hmm. En achteraf bleek ook dat die 2 miljoen natuurlijk te weinig was. Maar nogmaals, dat is in een gesprek geweest onder een bak koffie in 10 minuten tijd. Ja. Van ja, hoeveel heb je nodig? Ja, Er was geen businessplan. Nee. Dat businessplan is later wel gemaakt door BDO. Ja, dat is ook 150 pagina's. Ja. En daar komt er wel in uit dat het gouden handel is. En zodoende wil IDB daar ook in investeren. Ja, en IDB werkt normaal toch altijd met overheden rechtstreeks. Hoezo zouden ze dit dan wel... Nou, omdat het een project is wat wel zin heeft en omdat de CEAF erbij kwam. En de CEAF staat voor? CEAF, ja, dan moet u eigenlijk even intikken in Google, mm-hmm. SEAF. Ja. Dat is een bedrijf die koopt wat aandelen. Aha. En daarvoor heb je meer eigen vermogen. En dan het restant wordt dan gefinancierd door de IDB. IDB. Maar ook omdat dit plan een goed plan was voor Suriname. Ja. En ze stonden erachter. De kip moet goedkoper voor de mensen. Het is te duur. Ja. Werkgelegenheid. Maar we moeten ook valuta krijgen. Ja. Dus wij zouden heel groots inzetten op de export van kipdelen. Ja, want het is nu zo dat onze eigen kip duurder is dan de importkip. Dat is toch van de gekke? Ik kan wel begrijpen hoe dat komt, hè. Zeker met de kipdelen, want dat is het probleem. Mm-hmm. Maar wij zouden veel meer kunnen doen qua prijs, een stuk naar beneden, zonder de collega's om zeep te helpen. Want dat heeft ook geen zin. Nee. Als je ineens veel goedkoper wordt en de collega's gaan kapot, ja, dan heb je hier meer werkgelegenheid. En daar... Dus daar hadden we best rekening mee gehouden. We zouden meer de boel gaan verdelen. Hè. Ja. Wij zouden alleen kipdelen gaan doen. Ja. Okay. Maar ja, het mocht niet zo zijn. En hoe zit het met je plan van Guyana? Nou, Guyana is een project van een plaatselijke ondernemer en de CEAF. De CEAF is daar eigenaar van 17 kiprestaurants. Mm-hmm. Dat plan had een oponthoud omdat de particuliere eigenaar ook een bedrijf had in Guyana. En daar kwamen wat problemen mee, die moest hij eerst oplossen. Okay. En toevallig heb ik een week geleden nog een bericht gehad dat het wordt opgestart in het eerste kwartaal 2023. Ja. Kijk, ik wil daar graag aan meehelpen om dat bedrijf op te zetten. Mm-hmm. Maar ik zou daar niet 1, 2, 3 echt weer voor 5 of 10 jaar gaan wonen. Nee. Dat niet. Nee. Ik wil wel mijn advies geven hoe ze dat moeten doen. Ja. En jouw bedrijf in Suriname, dat staat leeg. Je apparatuur, je machines, dat is aan het verrotten daar. Nou, wij hebben wat apparatuur en machines kunnen verkopen. Oh. Maar voor de rest zal het gras door het dak groeien. Er staan 7 woningen op. Het zal jungle zijn. Ja. Triest. Ik denk nogmaals, zoals ik al zei, zulke zaken moeten we niet laten verwateren. Dan moeten we blijven ageren, blijven praten erover. Net zoals met de SLM. Hoe staat het ermee? Net als met de gezondheidszorg. Waar zijn die verpleegkundigen? We moeten zulke zaken aan de kaak stellen. Ook het seksueel misbruik van kinderen. Nou, dat soort zaken moeten we blijven benoemen, hè? Dat men het niet vergeet. Want anders is men weer vergeten. Dan gaan we over naar de orde van de dag. Ja, en daar lijkt het op, hè? Vind ik. Ja, wij hebben pas gemerkt dat een advocaat in mijn zaak, sinds dat ik weg ben, alles heb laten liggen, niet heb gereageerd. Niet heb gereageerd op e-mails, niet op telefoontjes. Wauw. Ja, dus daar is pas een kort geding over geweest om die te veroordelen, om ook de spullen af te geven aan Tjas Meinas. Oké, maar die gaat het nu overdoen, overnemen? Die nam het al een tijdje over, maar er waren nog lopende zaken. En dan ga je toch een rare smaak krijgen. Hoe komt het dat ik weg ben en de advocaat is niet meer bereikbaar en die reageert niet en die wil de spullen niet afgeven? En welke advocaat is dan? Ja, ik weet niet of het handig is om te zeggen, maar er is een kort geding over geweest, dus iedereen kan dat weten. Dat is Bihari.
advocaat Bihari die was in één keer niet te bereiken, het was jouw advocaat. Die wilde ook de stukken niet afstaan en die is nu gedwongen door een kort geding dat hij die stukken moet afstaan. En wat was de reden om jouw stukken niet af te staan dan? Je moest hem betalen, had je een schuld bij hem? Nee, ze erkent ook dat wij alles hadden betaald. Oh, is een hij, een zij. En zij is het, dat we alles hadden betaald, we hadden op voorhand betaald. Zij wilde de schuld geven aan de behandelaar die voor haar het werk deed. En dat ze daarom niet over de stukken beschikte. Maar dan kon ze toch reageren op je e-mails en zeggen... Zij en ook reageren naar de collega-advocaat die haar aansprakelijk heeft gesteld, die een mail gestuurd, die haar heeft gebeld. Nooit gereageerd. Ja. Dat is raar. En dat je via een kort geding weer inzage moet krijgen in je eigen documenten. Dat is natuurlijk van de gekken. Oké, Gerard, wat is jouw advies aan de diaspora, eventuele ondernemers en aan de mensen in Suriname? Kijk, Suriname is een heel mooi land om te wonen en je hebt minder geld nodig om een kwalitatief goed leven te hebben. Zo is dat. He, dat is zonder meer een feit. Maar als je zaken gaat doen, ja, dat is toch wel heel lastig. Ja. Je gaat gauw concurrentie vormen. Concurrentie is goed, is gezond. Ja. Maar er is altijd wel een oom, een tante, een nichtje en een neefje van de concurrent van jou die familie hebt bij een ministerie. Ja. En dan komen de problemen. Het zal nog. Je moet heel stevig in je schoenen staan als je bedrijf gaat beginnen. In Suriname. Ja. En ik was een pitbull, maar het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk, nee. Ja. Moeten we opgeven? Nee, nooit. Nee, je moet niet opgeven. En Suriname is een mooi land. Jammer dat er veel mensen zijn die altijd aan hun eigen belang denken. Want ook al werken ze bij de overheid of voor een bedrijf. Ja. Als ik die meneer faciliteer, denken ze, wat verdien ik eraan? Ja, klopt. Ze zullen het niet voor het bedrijf doen of voor het land. En zij willen er wijzer van worden. Ja. En dat is een nadeel. Het is een mooi land, het is altijd mooi weer. Ja. Je zet een banaan in de grond, je hebt een plant. En... Ja. Ja. En toch. Het is een paradijs op aarde. Ja. Ja. Maar... Jammer hoe het nu loopt. Ja, zeker. In en intriest. Ja. Gerard, dankjewel voor je tijd tussendoor vergaderingen. We houden contact. En ik blij als ik in Suriname daar naar Jasmijnlands moet om iets ook te doen. Let me know. Doen het. Dat ik vind dat we dit echt gewoon bespreekbaar moeten maken. Open blijven houden. Zodat we begrijpen dat we het anders moeten gaan doen in Suriname. Dat we niet zo kunnen blijven doorgaan. We zijn straks 47 jaar onafhankelijk. En wat hebben we ervan gebakken? Zip, zero, nada is mijn mening. We zijn alleen maar nog meer verzand in allerlei corruptieschandalen. Dingen die niet in de vergeethoek komen te staan. Net zoals jouw geval, net zoals SLM. En dat moeten we gewoon voorkomen. Ik hou je op de hoogte, ook van het boek. Oké, okay. Want je boek gaat verschijnen. Ja, ik hou je zaken te doen in Suriname. Oké, dankjewel, Gerard. Dankjewel. Ja, dat was Gerard van der Berg. Weet het, de eigenaar van een kip, hoe zeg je dat, een doxenclub. In de eerste instantie, u weet hoe de zaken zijn gegaan. Je kunt het ook bij andere dingen volgen. Ik zelf vind dat wij zaken die niet goed zijn en die niet goed gaan, moeten blijven benoemen. Waarom? Niet omdat ik lastig wil zijn, niet om anderen onaangenaam te zijn, maar omdat we het anders moeten gaan doen. Het kan niet zo dat wij zo blijven doorgaan, zaken onder de tafel schuiven, allerlei zaken doen die gewoon niet kunnen. Wet en regelgeving in onze lard lappen en we doen maar een dotje. Dat gaat niet werken. Hè? We moeten samen gaan werken. We moeten zaken benoemen en zaken zeggen, dit kan niet. Nou, dat was nogmaals Gerard van den Berg en ik ben Gloria Botsen vanuit Ridderkerk. En ik wens u een fijne avond en gauw weer terug bij u. Ciao, ciao.